Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Een vriend van mij genaamd Siep vroeg of ik een video wou maken over de levensloop van een mierenkolonie. Daarom ga ik in deze video aan jullie laten zien hoe mijn Mesobarbarus tot deze grootte is gegroeid. Laten we gaan starten. Oké. Elke kolonie begint natuurlijk met een koningin. Deze koningin zal als eerst een veilig holletje graven of een veilig holletje zoeken waar ze haar nest kan beginnen. Wanneer ze zeker weet dat het nest veilig is, kan ze haar eitjes gaan leggen. Vanaf dit moment heeft de koningin nog maar één taak: het verzorgen van de eitjes. De eitjes groeien uiteindelijk van eitjes naar larven, naar poppen, naar werksters. Een aantal weken later zullen de eerste werksters verschijnen. Dit is natuurlijk altijd heel leuk om te zien. Nu de koningin haar eerste werksters heeft, zullen deze werksters het werk van de koningin overnemen. Deze werksters gaan het broed verzorgen, zorgen voor eten en beveiligen het nest. Vanaf dit moment zal de kolonie alleen nog maar groeien. Uiteindelijk zal de koningin van de kolonie sterven. De werksters die overblijven hebben dan geen doel meer in hun leven en zullen kort daarna ook doodgaan. Of de kolonie wordt overgenomen door een nieuwe koningin. Ik ga sowieso nog een tijdje door met het filmen van mijn mieren, dus abonneer op mijn kanaal om niks te missen.